Welkom op Vlogmasdag 21. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Het is zaterdag, het is half acht. Ik ben aangekleed. Ik heb een grijze broek aan, een zwarte vliestrui, witte allstars. Ik ga nou heel even gaan mijn skincare doen. Toen is het even mijn gezicht wassen, crème op. En dan ga ik de deur uit, want we gaan namelijk vandaag een vriendin van mijn moeder verhuizen. Wat ik allemaal kan filmen vandaag. I don't know. Ik ga mijn best doen. Ik heb pas zin wat ik gisteren heb gedaan. Ik heb gisteren een paar dingen veranderd. Ik heb deze lamp, die stond aan het bed, die heb ik hier gezet. En ik heb mijn make-up van hier weer terug verhuisd naar daar. Ik ga even gauw plassen, ik moet heel nodig plassen. Goed, het is ook iets ander licht, maar goed, het komt allemaal goed. Het is 21 vandaag. Even kijken, hier. Volgens mij zit er weer iets tussen vandaag. Want de kraan is niet open. Dit is wel heel leuk. Ik heb namelijk vandaag een bodybutter. Ja. Ja. Ik kom er aan. Ik ben zo laat. Mijn pa zegt, ga je nog mee? Ja, ik ga mee. Even kijken, dag 21, jongens, is een lange. Dit is echt een hele lange. Ik ben zo benieuwd. Zit hij in? Oeh. En ook schaduwpalet. Die ga ik wel gelijk snel gebruiken. Dan heb ik in ieder geval nog wat op. Dat gaan we even snel gebruiken. Het is best een hele mooie kleurtje in, moet ik zeggen. Ik ga gewoon een beetje groener. Tot niks verder als make-up op, dus een beetje oogschaduw. Heel klein beetje licht. Wat is het, groenachtig of zo? Op. Alles opgemaakt, alles netjes, jongens. Ik doe even mijn rolgordijnen zo open, omdat het nog donker is. En we gaan verhuizen. Ik ga mijn bumbag meenemen, dus mijn heuptasje, mijn telefoon en mijn camera. En we gaan zien hoe de dag verloopt, of ik überhaupt kan filmen. We gaan het allemaal meemaken. Goed. We zijn lekker bezig. Hier staan al van alles, er is al van alles beneden. We zijn lekker bezig. Een vaasje, die zit nog in de kast. Oh, die heb ik op een klinkel. Ja, gelukkig. Ja, dat dan wel weer. Ik heb een uurtje vasthoudt.
De klep gaat dicht. Jo? Jo! Nou jongens. Ik lig dus tussen alle spullen hier. Op het matras, op de bank stellen. Oh mijn god. Als dit omvalt jongens, dan lig ik hier gewoon tussen. Oh man. Oh, dit is echt humor. Oh. Oh, dit is echt lachen. Ik lig nu gewoon in een rijdende bus. Dit is echt leuk. Ik ben met een trappeleer zo erop gegaan. Oh my god. Ha, ik ga mijn moeder bellen. En de reacties filmen. Trouwens dicht, want het wordt nu wel heel koud hier. Maar het was echt heel warm, want mijn kachel stond echt super hoog. Hoog, hard en hoog, zei ik tegelijk, dat klinkt raar. Ik heb me lekker omgekleed in mijn nachthemdje. Heerlijk. Dit is gewoon echt serieus zonder mouwtjes. Omdat ik het 's nachts gewoon heel warm heb. Ik ga mijn grote lichtjes om even uitdoen. Onder deze lamp. Deze. Het meeste uit. Die uit. Ik kan deze trouwens ook uitzetten hierboven. Zo. En dan ga ik even naar beneden. Dus misschien denk ik, wat ga je daar nog doen? Ik ga nog even wat drinken. Excuse me, pardon. Ik ga zo even een aantal vlogmas video's kijken. Want ik loop een beetje achter. Maar ik wil wel heel even wat te drinken. En dan kan ik gelijk medicijnen innemen. En dan ben ik helemaal ready. En ik ben ook echt mega verkouden. Verkoudheid komt ook weer terug. Maar jongens, het was vandaag echt wel een hele leuke dag.
We hebben lekker verhuisd. Het is allemaal hartstikke goed gegaan. Dat is wel eventjes dat ik denk van, oeh, dat is wel raar, want ze woont daar echt al heel erg lang. Mocht ik trouwens denken, wie heb je nu verhuisd? Volgens mij heb ik dat vanmorgen verteld. Het is de moeder van de mensen die in Hawaii wonen. Die hier dus deze zomer uit Amerika hierin kwamen. En die hebben we verhuisd. En dat zijn dus ook de mensen waar ik dus volgend jaar naartoe op vakantie ga. Haar zoon, daar ga ik heen. Dus ja, dat vind ik wel heel tof. En ik vind ook, ben ook blij dat ik haar heb kunnen helpen verhuizen. Maar ja, het ging eigenlijk best heel erg goed. Beter dan verwacht. Het viel allemaal mee. Het waren meer dan allemaal hele grote spullen die even verhuisd moesten worden. Voor de rest viel het wel mee. Dus we zijn lekker bezig geweest vandaag. Echt heel tof. Morgen ga ik ook wel even een paar dingen gaan doen. Maar dat ga ik jullie morgen allemaal vertellen, niet nu. Ik ga even wat drinken pakken. Nog heel even beneden zitten. En dan ga ik ook lekker slapen straks. Ik heb heel vanmiddag heel even geslapen. Dat ik echt heel erg moe was. Dus ik heb van 4:30 tot 6:00 geslapen. Van 1,5 uur mijn ogen dicht gehad. Dus vandaar dat ik nu niet zo heel erg moe ben. Dat is dan wel weer lekker. Maar ik wil morgenochtend ook gewoon op tijd. Want ik wil morgen de vogelkooi in ieder geval schoonmaken hier. En ik wil vanmiddag, morgenmiddag toch even weg. En ik moet morgenochtend deze vlog editen. Want dat ga ik nu niet meer doen. Dat ga ik gewoon lekker morgenochtend op mijn gemakje doen. Als ik wakker word. Dus ja, het ging eigenlijk best goed. Maar goed, ik ga even naar beneden. En even nog wat drinken. Want ik heb wel heel veel dorst. Ik heb heel weinig gedronken vandaag. Ik kan rustig zeggen dat ik gewoon bijna niks op heb. Goed. Ik lig inmiddels lekker in bed. Met mijn telefoonhoesje is zwart nu. Dus ik moet even kijken waar ligt die. Mijn telefoon. Ik ga nog even een vlogmas video kijken. En daarna ga ik lekker slapen. Ik was niet in focus, dat is hartstikke fijn. Dus ja, ik ga zo lekker slapen en morgenochtend lekker editen. Dus ik zou zeggen, slaap lekker. En ik zie jullie morgen. Doeg!